Goed, ik ga een zeer woeste poging ondernemen om tijdens de tijd die mij ter beschikking staat om u meteen maar wegwijs te maken in kansrekening en een aantal elementen van de statistiek ook bij te brengen. Eens kijken, het is de... Links of rechts? Of staat een... Rechts gaat je naar voren, maar... Ah ja, eerst aanzetten natuurlijk. Moet... moet wijzen naar... Ja. Ja. Eerst aanzet, ja. Ik heb drie thema's. Uiteraard iets over kansrekening, iets over statistiek. En dan wat waarschijnlijk het leukste is van allemaal natuurlijk, waar het allemaal mis kan lopen. Want dat is uiteraard het grote probleem. Ah, ik heb het inderdaad moet heel dicht halen. Waar het allemaal mis kan gaan. Waarschijnlijk heb ik te veel voor de tijd die ik ter beschikking heb. Maar ik kan stukken overslaan. En als u dan toch van bepaalde stukken wenst dat ik het nog zal toelichten bij de vragen, dan uiteraard geen enkel probleem. Goed, kansrekening. Eerst een klein stukje geschiedenis, omdat dat toch, dat is niet de essentie van mijn verhaal, dat is niet de kern van mijn verhaal, pardon. Ik ben ook geen essentialist, maar je ziet hoe gevaarlijk het is. Er zitten een paar dingen in de lezing die ik je gewoon meegeef. Leuke dingen om over te praktiseren. Namelijk, met de kansrekening is er iets heel eigenaardigs aan de hand. Namelijk, dat eigenlijk de wiskunde die je daarvoor nodig hebt, die was al bekend aan de oude Grieken. Dus eigenlijk zou je van, bij wijze van spreken, van een Euclides, een Diophantus, noem maar op, kunnen verwacht hebben dat die dat ook zouden ontwikkeld hebben. En als je dat ongeveer alle culturen kansspelen kennen, het gokken komt ongeveer overal voor, het toeval speelt daar effectief een zeer belangrijke rol in, toch is dat niet gebeurd. Je moet raar genoeg wachten tot ongeveer de 16e eeuw. Een volledige antwoord op die kwestie hebben we eigenlijk nog niet. In de standaardverhalen wordt er altijd verwezen naar Blaise Pascal. Blaise Pascal in zijn correspondentie met de Fermat naar aanleiding van een probleem van de Méret, die bij het gokken wilde weten als je ergens het spel afbreekt, hoe moet je de winsten op dat ogenblik verdelen onder elkaar. En Fermat en Pascal gaan daar beginnen over schrijven heen en weer. En men zegt altijd, het is daarmee begonnen. Maar als je iemand leest als Ian Hacking, Canadese wetenschapsfilosoof, dan heeft het ook te maken met een economische ontwikkeling. Het kernthema zijnde, internationale scheepvaart die wordt ontwikkeld. Mijn schip vaart uit met een lading. De route is niet ongevaarlijk, dus er is een kans dat mijn schip niet aankomt. Hoe kan ik me daartegen verzekeren? En dat vraagt dan natuurlijk dat je moet beginnen bijhouden hoeveel schepen komen aan, hoeveel komen niet aan, om op die manier vaarroutes uit te stippelen en op het idee te komen van premies die dan gebaseerd zijn op die kansen. Dus in die zin, dat is een zeer mooi verhaal. Maar goed, het gaat daar dus niet over. Ik wil u meteen de kansrekening uitleggen. Het is een woeste poging. Ik ben ervan uitgegaan dat de meesten onder ons niet vertrouwd zijn met hoe kansrekening werkt. Is dat een juiste veronderstelling? Indien niet, dan moet u maar mij terecht wijzen als ik domme dingen zeg. Maar niet te vaak. Eigenlijk, het is echt waar hoor. De kern van de kansrekening is eigenlijk vrij eenvoudig. Dat is een van de leuke dingen eraan. En we gaan de test doen. Dus ik ga het u proberen uitleggen en dan zien we het wel. En ik heb de lotto genomen als voorbeeld om een concreet geval te hebben en dat even te bestuderen. Dan hoop ik dat als u toch op de lotto speelt, dat u daarna, na deze lezing, daarmee ophoudt. Want het is bizar, om het zacht uit te drukken. Ik neem een klassiek voorbeeld. Ja, het zijn uiteraard de klassieke voorbeelden die het goed doen. Een dobbelsteen. Wat heb je eigenlijk? Je hebt aan de ene kant wat ik noem de ruimte van alle mogelijkheden. Simpelweg, wat kan er allemaal gebeuren? Je hebt de zes mogelijke uitkomsten. Als het in vet staat, dan bedoel ik het aantal ogen van de dobbelsteen. Dus de vette 1 staat voor de kant met 1 enzovoorts. Toekenningen van een kansen aan al die mogelijkheden. En als we te maken hebben met een zogenaamde eerlijke dobbelsteen, dan weet je dat die zes mogelijkheden evenveel kans moeten hebben. Als je het totaal aantal kansen op 1 zet, dat is uiteraard een keuze die je maakt, dat cijfer heeft op zich geen belang, maar je moet een cijfer hebben dat de totale som weergeeft, meestal pakt men 1, dan betekent dat die zes mogelijkheden elk kans een zesde hebben. Dat is de wijze waarop dat je kansen toekent aan de basisgegevens. De basisgegevens zijn er bijvoorbeeld, als iemand vraagt, hier is een eerlijke dobbelsteen, ik ga die opgooien, wat is de kans om een 4 te bekomen? Dan is het antwoord 1 op 6. Hoe dat je dat bepaalt, daar kom ik nog later snel even op terug.
Maar één keer als je dat hebt, dan kun je eigenlijk aan kansenrekening beginnen. Namelijk, je hebt eigenlijk, echt waar, je hebt eigenlijk maar twee basisregels nodig. Dat is eigenlijk alles. Namelijk, de eerste regel die zegt, de waarschijnlijkheid van een gebeurtenis X of een gebeurtenis Y is simpelweg de som van de waarschijnlijkheden van X en Y apart als X en Y elkaar uitsluiten. Ik kom er later op terug wanneer ze elkaar niet uitsluiten. Dat is een heel interessant geval. De tweede regel, wat als twee gebeurtenissen samen worden genomen, wat is de kans dat X en Y zich voordoet? Dat is het product van die kansen als X en Y van elkaar onafhankelijk zijn. En toegegeven, als je moet de gevallen meerekenen, de interessante natuurlijk, waar je wel afhankelijkheden hebt, waar ze elkaar niet uitsluiten, dan wordt het in de berekeningen wel complexer. Maar dit zijn de twee basisregels. Ik heb hier een klein voorbeeldje uitgeschreven. Als iemand zou vragen, wat is de kans om met een dobbelsteen, een eerlijke dobbelsteen, een even aantal ogen te gooien? Wel, dan is het antwoord, en kijk, nu ben ik zelf hier al in de fout gegaan, want die 2, 4 en 6 en die 2, 4 en 6 moeten in vet staan. Mijn excuses. Dat is de waarschijnlijkheid om of een 2 te gooien, of een 4 te gooien, of een 6 te gooien. Die drie mogelijkheden sluiten elkaar uit. Dus wordt dat simpelweg de som van die... dus wordt dat de som, de waarschijnlijkheid van om 2 te gooien, plus die om een 4 te gooien, plus die om een 6 te gooien. Een zesde plus een zesde plus een zesde. Met andere woorden, 3/6, een half. En op die manier kan je alle vragen die je stelt over de uitkomsten van worpen met die dobbelsteen, op die manier beantwoorden. Je ziet ook meteen trouwens, dat staat niet in deze PowerPoint opgenomen, maar waarom een redenering die je soms wel tegenkomt, en ik plaag daar zeer graag mijn studenten mee om te zien hoe ze reageren daarop. Als iemand mij vraagt, een eerlijke dobbelsteen, wat is de kans om een 3 te gooien? Ik zeg 1 op 2. 1 op 2? Hoezo? Ja, dat is toch simpel, hè? Je gooit een dobbelsteen. Ofwel heb je een 3, ofwel heb je niet een 3. Hè? Dus twee mogelijkheden. Totaal moet 1 zijn. Half-half. En dan zie je ze nadenken. En dan komt het van, maar dat kan u toch niet? Je hebt toch 6 mogelijkheden? Ik zeg, ja, maar ja, als je nu zegt een even aantal ogen gooien, dan is het effectief een half, hè? En dat is een manier van denken die effectief... Die, ja, om erin te komen is niet zo simpel. Dat geef ik toe. Snel even tussendoor. Misschien dat er een aantal onder u al gedacht hebben, wacht. Hij heeft nu wel iets gezegd over een of. Het is dit of het is dat. Hij heeft nu wel iets gezegd over een en. Het is dit en het is dat. Moet je ook niet iets hebben over de ontkenning? Als het niet zo is. Wel, het punt is, dat is niet nodig. Met die twee basisregels die je hebt, krijg je dat er gratis bij. En dat vind ik nu zo schoon. Nu praat ik even echt als wiskundige. Dat is zo gigantisch mooi, dat ik het u niet wilde onthouden. Dus, wat moet je doen? Wel, heel simpel. Je moet wel hiervan uitgaan, maar dat is eminent verdedigbaar, dat de waarschijnlijkheid dat iets zich voordoet of zich niet voordoet, dat dat 1 moet zijn. Ja, je moet wel 1 van de 2 mogelijkheden hebben. Oké? Maar x en niet x, dus het is niet zo dat x, die sluiten elkaar uit. Dus de waarschijnlijkheid van x of het is niet x, is de som van de waarschijnlijkheid van x plus de waarschijnlijkheid dat x niet het geval is. Dit hier is gelijk aan 1. Dus de waarschijnlijkheid dat x niet het geval is, is 1 min de waarschijnlijkheid dat x het geval is. Het volgt er gratis uit. Dat is mooi, hè? Die twee basisregels spreken niet over de ontkenning. En toch krijg je het er gratis bij. Dat is de kracht van de wiskunde. Ah, voilà, dat moest ik even eruit hebben. De lotto. Voilà. Ik vind het altijd heel leuk om dat te doen. Het is al niet meer echt triviaal, om eerlijk te zijn, hoor. Omdat het mooie is dat dit een kansspel is waarbij de ballen niet worden teruggelegd. Ja, als je met een dobbelsteen gooit, je hebt 6 mogelijkheden. Als je daarna nog een keer gooit, dat is een eerlijke dobbelsteen, dan heeft die tweede worp met de eerste worp niets te maken. Dat is van elkaar onafhankelijk. Dan zijn weer de 6 mogelijkheden beschikbaar. De lotto niet. Je trekt 6 ballen, maar een bal die eruit komt, blijft eruit. Die wordt niet teruggelegd. Dat zou het spel nog een stukje complexer maken en de kansen nog meer naar beneden duwen. Wat is de kans? Oké, wat is de berekening doen? Ik weet wel, in de ochtend wiskunde doen is nooit een goed idee, maar dat ben ik in de namiddag en avond ook niet. Dus dan kunnen we maar gelijk dit moment kiezen. Hè, hoeveel mogelijkheden zijn er om 6 getallen te trekken? Wel, 45 mogelijkheden voor de eerste bal, 44 voor de tweede, 43 voor de derde, tot en met 40 voor de zesde.
Dus het totaal aantal mogelijkheden zijn de 45 mogelijkheden voor de eerste bal, maal de 44 voor de tweede enzovoorts. En dat geeft u dit mooie getal, 5.864.443, vijf miljard. Ik kan zelf de grote orde van die cijfers nooit geloven. 5.864.443.200. Dat zijn het totaal aantal mogelijkheden die je hebt. Dat is onvoorstelbaar, hè? Nu zou je denken, oké, je trekt 6 ballen, dus je hebt maar één goede mogelijkheid. Dan redeneert je verkeerd. Want, stel dat dit hier de winnende combinatie zal zijn, 4, 13, 17. Ja, ik heb daar ook een verhaal over, maar dat is iets totaal anders. De volgorde van deze getallen heeft geen belang. Ik bedoel, als dat uit die een trommel komt in de volgorde, eerst 33, dan 4, dan 17, dan 41 enzovoort, dan zijn dat de 6 goede cijfers. Dus, wat je moet bekijken, is alle mogelijkheden om deze 6 uitkomsten te ordenen. En hoeveel zijn dat er dan? Wel, je volgt dezelfde redenering. Je hebt 6 mogelijkheden om dat eerste cijfer te plaatsen. Dan blijven er 5 mogelijkheden over om dat tweede cijfer te plaatsen. Tot op het einde natuurlijk, voor dat laatste. Dat moet je gewoon invullen. Dus geeft u dat, 6 x 5 x 4 x 3 x 2 x 1 zijn de 720 mogelijkheden. Dus eigenlijk, als er een trekking gebeurt, zijn er 720 positieve gevallen. Dus, wat is dan de kans? Voilà. 720 goede gevallen op een totaal van 5 miljard en zoveel. Dat geeft u dit. 1 kans op 8.145.060. Ik vind dat onvoorstelbaar. Ik maak van mijn studenten altijd graag de vergelijking met... We nemen Vlaanderen, 6 miljoen inwoners. En ik geef u een briefje. Op dat briefje staat er meneer Fred Janssens. En ik zeg u, die mens woont in Vlaanderen. Dat is alles wat je weet. Wel, als jij nu begint rond te reizen in Vlaanderen, je gaat van daar naar daar, uiteindelijk kom je terecht in Wetteren, je pakt u daar de stationstraat, en je denkt van, nu ben ik het beu met al dat rondwalen, ik pak hier een huisnummer, je belt aan, de mens doet open, en je vraagt meneer Theo Janssens. En die zegt, maar is dat mogelijk? Fred. Was Fred Janssens? Oké, dankjewel. Ja. Ja, nu maakt het zeer moeilijk. Ja. Oké, by proxy, ja. Ja, dus, ja, ten wilde, nee, zijn broer. Ja, dat is zijn broer. Zijn tweelingbroer, ja. Peter. Ja. Oké, meneer Fred Janssens. En die antwoordt u, ah ja, hoe weet jij dat? Je hebt meer kans dat lukt dan dat je wint op de lotto. Ik bedoel... Dan ben je toch een rare mens als je op de lotto speelt. Nu kan je verzekeren, dat is snel even tussendoor. Ik zit goed, denk ik wel, qua tijd niet op dat moment. Mijn vader Zaliger speelde op de lotto. En misschien dat sommigen van jullie dat verhaal wel kennen, maar ik blijf het vertellen dat het zo gigantisch mooi is. Ergerlijk, maar mooi. En hij had 10 combinaties met de typische gevallen zoals daarnet. 4, 13, 21 enzovoorts. En als er een trekking was op tv, zat mijn vader dat te volgen. Dat was continu zo heen en weer gaan. En ik zeg, pa, maak het toch gemakkelijk. Ik bedoel, pak een formulier. Eerste kotteke, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tweede kotteke, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Hè. 4 horizontaal, pak een paar diagonalen enzovoorts. Dan kun je je briefje opzij leggen en gewoon zo volgen. En natuurlijk zijn we in de discussie geraakt. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Omdat dat te geordend is, blijkbaar. Daarvan hebben heel veel mensen de intuïtie dat dit minder kans heeft dan 4, 13, 17 enzovoorts. Ik kan u verzekeren, over maanden, gespreid gelukkig wel, heb ik met mijn vader gediscuteerd daarover, om hem te overtuigen. Hij was handelaar in groenten en fruit, dus wiskunde, daarvan dacht hij dat je daar alles kon mee doen, dus ik mocht geen wiskundige argumenten gebruiken. Dus ik dacht aan niet-wiskundige argumenten. En soms dacht ik echt wel van mooie argumenten gevonden te hebben, hoor. Bijvoorbeeld het argument, pa, die ballen weten niet wat er op hun rug geschreven staat. Het is niet als ze 1, 2, 3, 4 buiten komen, dat de rest zegt tegen 5 en 6, jongens, het zijn ballen, hè. Jongens, binnen blijven, want dat wordt hier onnozel. Die weten dat toch niet? Hij antwoordt mij dan, ja, en hoeveel keren is 1, 2, 3, 4, 5, 6 al uitgekomen dan? Ik zeg, nog niet, maar die 10 van u ook niet. Ik zal het verhaal afmaken, ik heb de fout begaan om dan zelf te beginnen spelen. En, ja, empirisch ingesteld, hè. 2 kottekes, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Het andere kottekes, nee, daar ga ik niks over zeggen.
En lo and behold, ik had ook bijna gedacht aan een goddelijke interventie. Na 2 maanden heb ik er 4 juist. 2, 3, 5, 6. Ik denk van, dat is toch al, dat is eentje meer dan 3 juist. Hè? In ieder geval, dus dat is al mooi. Hè? Dus ik naar mijn vader en ik laat hem dat zien en ik zeg, en? En zijn antwoord was vernietigend. Ik heb toen gezegd, discussie gesloten, ik geef het op. Zijn antwoord was, dat is puur toeval. Ja. Ik van, ja, dat is hem juist. Dus daar zijn we niet aan uitgeraakt. Snel even terzijde, ik kom ook heel veel mensen tegen die mij zeggen, ja, maar als je zo'n combinatieformulier, dat multiformulier gebruikt, hè, dan kun je voor €28 mocht je dan 8 nummers invullen. Dat is toch wel interessant, hè, zeg. Amai. Dan zeg je, nee, dat maakt niks uit. Want die gasten bij de Lotto kunnen rekenen, hè. Ik bedoel, hoeveel combinaties van 6 nummers kun je maken als je 8 nummers gegeven krijgt? Ah, maar ja, je hebt 8 keuzes voor een eerste cijfer en je hebt 7 keuzes voor een tweede. Ik heb het anders geformuleerd, pardon. Dus 6 nummers kiezen uit 8 is hetzelfde als 2 nummers schrappen. En je hebt 8 keuzes om het eerste te schrappen en 7 keuzes om het tweede te schrappen. Dan houd je er 6 over. Dat geeft je 56 mogelijkheden. Maar de volgende heeft geen belang. Dus moet je delen door 2 om de omwisselingen mee te tellen. En dat geeft u 28. Dus of jij nu op 1 formulier 8 cijfers aanduidt, of je vult 28 kottekens in met combinaties van 6 aan €1 het stuk, dat is hetzelfde. Dus dat maakt gewoon niks uit. Je wint een beetje tijd bij het invullen. Maar in termen van inzet stemt dat exact overeen. Ja, die gasten kunnen rekenen daar, hoor. Ik bedoel, dat is de kwestie niet. Oké, nu wordt het al iets leuker. Wat indien gebeurtenissen niet onafhankelijk zijn? En dan krijg je een interessante complicatie. En daar bestaat ongelooflijk veel verwarring over. De regel is dit. Daarnet zei ik, als x en y onafhankelijk zijn van elkaar, dan is het simpelweg het product van de waarschijnlijkheid van x en die van y. Als ze van elkaar afhankelijk kunnen zijn, dan wordt dat de waarschijnlijkheid van x gegeven y maal de waarschijnlijkheid van y. En wat je nu krijgt, is dit nieuw gegeven. De zogenaamde conditionele of relatieve waarschijnlijkheid. Namelijk de kans dat iets het geval is, gegeven dat iets anders het geval is. En ik heb hier 2 extreme voorbeelden gegeven die meteen het onderscheid laten zien tussen de kans op x, dat x gebeurt, en de kans dat x gebeurt, gegeven dat iets anders gebeurt. Wel, hier ziet je het staan. De kans dat x gebeurt, gegeven dat x gebeurt, is natuurlijk 1. Maar de waarschijnlijkheid van x zelf kan natuurlijk iets totaal anders zijn. Ik bedoel, als je vraagt, wat is de kans met een muntstuk een kop te gooien, gegeven dat je kop hebt gegooid, dan zeg je, ja, je hebt kop gegooid. Dus dat is 1 natuurlijk. Maar als je vraagt, en wat is dan de kans om... de kans om x te bekomen, gegeven dat niet x het geval is, nou ja, dat is 0, want die sluiten elkaar uit. Dus je ziet, dat spel van die conditionele waarschijnlijkheden is heel delicaat. En ik heb een voorbeeld opgenomen. Hoe gemakkelijk dat je kunt misleid worden. Je hebt een doos met 4 ballen. Wat je weet is, 2 zijn wit en 2 zijn zwart. Na elkaar, het lijkt dus een beetje op de Lotto, zonder terugleggen, worden 2 ballen uit de doos gehaald. Wat is de kans dat ze beide zwart zijn? Wel, zo meteen op de volgende slide geef ik een redenering waar het spontane antwoord zou zijn 1 op 4. Als je redeneert, je hebt wit-wit, je hebt wit-zwart, zwart-wit en wit-wit. Ah ja, dan heb je 4 mogelijkheden. Dat is telkens 1 op 2 om dat te trekken. Dat zou wel een 4e moeten zijn dan. Maar nee, het is zonder terugleggen. Dus met andere woorden, wat heb je? 2 gebeurtenissen. De eerste bal is zwart. En dan y, de tweede bal is ook zwart. De waarschijnlijkheid dat je x en y hebt, wordt dan de waarschijnlijkheid van x maal de waarschijnlijkheid van y gegeven x. Ik heb het hier nu met x en y gewisseld. De waarschijnlijkheid van x. Wat is de kans dat de eerste bal zwart is? Want dat is simpel. Je hebt 4 ballen in de doos. 2 ervan zijn zwart. Als dat allemaal gelijk verdeeld is, wil dat zeggen 2 kansen op 4, dus 1 op 2. Maar de kans dat je y bekomt, namelijk dat de tweede bal zwart is, gegeven dat je al een zwarte bal hebt getrokken, ja, dat betekent dat je nu 3 ballen overhoudt waarvan er 1 zwart is. Dus 1 op 3. Dus het juiste antwoord is dan 1/2 maal 1/3 gelijk aan 1/6. De foutieve redenering zou dit zijn.
Dat je zegt, oké, welke trekkingen zijn er mogelijk? Wat ik daarnet heb gezegd, ze kunnen beide zwart zijn. De eerste zwart en de tweede wit. De eerste wit en de tweede zwart. En beide wit. Vier mogelijkheden. Waarom dan niet een vierde? Wel, omdat de kans om een zwarte en een witte te trekken, in die volgorde, trouwens de andere volgorde ook, is een derde. Waarom? Omdat een kans om de zwarte te trekken is 1 op 2. De kans om een witte te trekken, als die eruit genomen is... als die zwarte eruit genomen is, ik druk me slecht uit, pardon, wil zeggen 2 derde. Want je hebt nog altijd 2 witte in die doos zitten, op een totaal van 3. Dus een half maal 2... een derde maal 2 derde... Nee, een half maal 2 derde. Yes, die 2 vallen weg en je houdt over een derde. Dus het is een zesde, een derde, een derde, een zesde. Delicaat, zeer delicaat. Ik wil nog kort ook iets zeggen over ja, ik wil toch zeker tijd laten voor vragen natuurlijk. We hebben nog een paar leuke experimenten te doen ook. Wat is eigenlijk kans? Dat is nog altijd een bijzonder fascinerend vraagstuk. De meest gangbare opvatting, en dat vind ik in C ook heel erg interessant, is dat het een uitdrukking is van onze onwetendheid. De kans om een 3 te gooien met een dobbelsteen is 1 op 6. Maar indien je over alle gegevens zou kunnen beschikken, de juiste beginvoorwaarden en de juiste randvoorwaarden, en je zou kunnen de initiële snelheid van dat muntstuk kunnen berekenen en de precieze beweging die dat muntstuk volgt, dan zou, als je met de klassieke Newtoniaanse mechanica redeneert, die toch nog altijd wordt beschouwd als een van de mooie deterministische theorieën, dan zou je die uitkomst perfect kunnen voorspellen. Maar dat vraagt enorm veel rekenwerk en enorm veel detail. Ik bedoel, hebt randgevallen waar kinderen zeer goed in zijn, gooien ze een muntstuk op, ze leggen het in de ene hand en ze pats bovenop de andere hand. Kijk, dan kun je het wel degelijk voorspellen. Dat is geen probleem. Maar in interessante gevallen niet. Dus werken wij met kansen als beste benadering. Ik vind het interessant omdat dit betekent dat werken met kansen en waarschijnlijkheden perfect compatibel is met een wereld die volledig gedetermineerd zou zijn. Het is dus niet zo dat je moet zeggen, als alles vast ligt, als het gedetermineerd is, dan kunnen er toch geen kansen zijn. Het hangt er vanaf welke informatie dat je kunt krijgen vanuit die wereld. Als die onvoldoende is, dan valt je terug op het tweede beste, zijnde kansen. Dat is perfect compatibel. Maar dat is, ik zeg, de gangbare opvatting. Ja, voor sommigen moet waarschijnlijkheid te maken hebben met een reeks gebeurtenissen. Een aantal worpen van een muntstuk. Die zullen ontkennen dat het zin heeft om een waarschijnlijkheid toe te kennen aan een unieke gebeurtenis. En dus als iemand die zou vragen, wij gaan morgen trouwen, je kent ons al jaren, wat denk je, is de kans dat dat huwelijk een succesvol huwelijk gaat zijn? Wel, volgens de gangbare opvatting gaat je zeggen, sorry, ik kan daar niets op antwoorden, dat is onzinnig. Je kunt natuurlijk denken in termen van een reeks gebeurtenissen, wel, laat ons een experiment doen. Jullie huwen een aantal keren en dan gaan we kijken in welke gevallen dat de huwelijk succesvol is en dan bepalen we die verhouding en dan weten we iets. Daarentegen zijn er ook mensen die zeggen van nee, je kunt wel degelijk aan unieke gebeurtenissen ook een kans toekennen. Dat gaat samen met deze interessante discussie, namelijk is kans een objectieve eigenschap of een subjectieve eigenschap? Dat is simpelweg deze vraag. Gegeven een eerlijk muntstuk. Is het gegeven dat, als je dat muntstuk opgooit, heb je kans 1 op 2 om kop te bekomen? Is dat een eigenschap van dat muntstuk? Of is dat onze manier van redeneren met dat muntstuk? En heeft dat muntstuk niet zo'n kans in zich? Of in zich hebben, dat is weer richting essenties natuurlijk, dat bedoel ik niet. Maar als je zegt dat muntstuk is rond, dat is ook een eigenschap van dat muntstuk. Waarom zou je niet kunnen verdedigen dat muntstuk ook de eigenschap heeft dat als je het opwerpt enzovoorts. Iemand die daar uitgebreid over geschreven heeft is Karl Popper, omdat hij dat onder andere in verband wilde brengen met de kwantummechanica. Maar dat ga ik u vandaag zeker besparen. Goed. Ja. Ik ga misschien... Ik ga zien waar ik uitkom. Want ik wil toch graag statistiek apart behandelen, in eerste instantie dan toch, van kansen. De twee hebben met elkaar te maken, dat is evident. Dat hoef ik u ook te laten zien. Maar het is goed om statistiek
eerst te bekijken onafhankelijk van het fenomeen van kansen en waarschijnlijkheden. Omdat het niet helemaal hetzelfde is. Kijk, waar het om gaat is dit. Het is verbonden met kans, maar niet noodzakelijk. Wat doet je uiteindelijk in de zogenaamde beschrijvende statistiek? Wel, je hebt een populatie van welke aard ook. En eerder dan die populatie in detail op te sommen, kijkt je naar een aantal eigenschappen die de populatie in haar geheel heeft. Jullie vormen nu hier vandaag een populatie. Wel, uiteraard kunnen we zonder enig probleem al jullie individuele gegevens verzamelen en opsparen. Bijvoorbeeld jullie leeftijden. Maar dat is natuurlijk heel veel informatie die je dan krijgt. Wat je dan doet is, je zoekt naar een aantal parameters die een samenvattende indruk geven van die populatie. Die dus niet die populatie volledig beschrijven, maar die, dat hoopt men dan toch, een aantal relevante aspecten ervan weergeven. Zoals het gemiddelde, rekenkundig, meetkundig, de mediaan, de spreiding, de scheefheid. En ik heb een klein, een bescheiden voorbeeldje genomen. Neem aan dat we een populatie zouden hebben van 7 mensen en we hebben hun leeftijden. 15, 20, 25, 30, 40, 70, 75. Wel, qua gemiddelde, en het is altijd heel delicaat, dat legt uit voor wat mij betreft in ieder geval, waarom ik zo vaak gefrustreerd ben als ik artikels lees in een krant. Ze hebben een onderzoek gedaan en wat krijg je? Het gemiddelde is zoveel. Daar ga ik er altijd vanuit dat ze bedoelen het rekenkundig gemiddelde. Maar dat is maar één van de mogelijke gemiddelden die je kunt hebben. Ik heb dit even gedaan. Kijk, het gemiddelde, dat is simpel. Het rekenkundig gemiddelde is simpelweg tel alle leeftijden op en tel deel door het aantal gegevens die je hebt. Dus als je dan maar optelt 2,75, normaal moet dat mis zijn, want als wiskundige kun je niet rekenen. Gedeeld door 7, dat geeft mij 39,3. Dus gemiddelde leeftijd ligt rond de 39. Maar een andere maat die ook heel interessant is om te gebruiken, is het zogenaamde meetkundig gemiddelde. Wat je dan doet is, je neemt het product van al die leeftijden en daaruit de 7e machtswortel. En dus plus wordt maal en delen door wordt worteltrekking. En dan kom je uit op dit, 33,5. Dat is al een mooi verschil, hè? Dus, zoals ik zei, als je het in de krant leest, mocht je ervan uitgaan, het gaat over het rekenkundig gemiddelde. Maar bijvoorbeeld, de 3e maat heb ik nu niet vermeld, want dat zou ons iets te ver voeren, het harmonisch gemiddelde. Dat wordt gebruikt in heel specifieke gevallen. Nu, als je dat weet, dat gemiddelde, dan weet je eigenlijk nog niet veel. En dat is een van mijn tweede bron van frustratie als ik krantenartikels lees en weekbladartikels. Meestal is men tevreden met dat gemiddelde. Dat lijkt al heel veel informatie te geven, maar dat is niet waar. Ik bedoel, de mediaan is ook zeer leuk. De mediaan is simpelweg, welk getal staat er in het midden? Dus ik heb nu een oneven aantal gekozen om het eenvoudig te houden. 3 aan deze kant, 3 aan die kant, dus die staat in het midden, 30. Dat is de mediaan. Dat geeft u ook informatie van een bepaalde informatie over die populatie. De spreiding, dat moet er eigenlijk altijd bij staan. In kranten en weekbladen, zoals gezegd, wordt dat heel zelden vermeld. Hoe ligt dat gespreid? Kijk hier, het gemiddelde is afgerond 40 jaar. Dat is in deze. Maar er liggen er 2 langs deze kant die meteen een grote sprong maken. 30 jaar meer en 35 jaar meer. Terwijl aan deze kant liggen ze veel dichter bij elkaar. Dus de spreiding hier is van 15 tot 75, dat is 60 jaar, van de jongste naar de oudste. Dat is al een serieuze spreiding tegenover dat gemiddelde van 40 afgerond. Maar wat je nog bovendien eigenlijk ook zou moeten weten, dat is de scheefheid. Dat is namelijk, als je dat gemiddelde ziet, als wij denken aan een statistiek, dan wat we het vaakst voorkomen is de zogenaamde normaalverdeling. We zien die klok staan, de fameuze Gauss-curve. En die heeft de eigenschap van symmetrisch te zijn. Als je dat gemiddelde tekent, dan is de linkerkant een spiegelbeeld van de rechterkant. Maar bij heel wat statistische verdelingen is dat niet zo. Is dat asymmetrisch? En dat ziet je trouwens hier zeer duidelijk. Deze liggen hier allemaal veel dichter bij die 40 dan deze 2 die meteen een grote sprong maken naar de andere kant toe. Dus in die zin, dit geeft u een scheve verdeling. Ik weet nog bij het lezen van een van de essays van Stephen Jay Gould dat wanneer hij de diagnose kreeg dat hij kanker had,
en cijfers opzocht over levensverwachting. En dat lag bijzonder laag. Dus hij verschoot enorm, want hij dacht, oei, ik heb eigenlijk niet zoveel tijd meer. Tot wanneer hij de verdeling zelf bekeek, en die was ongelooflijk scheef. Dus te zeggen, die begon wel zeer steil, maar dan had hij een zeer lange staart. Dus dat gemiddelde ligt daardoor wel meer aan die kant, maar je krijgt een zeer lange staart. Dus het is best mogelijk, als dat gemiddelde zoveel jaar is, dat jij zonder probleem nog zoveel jaar meer kunt leven. Als het symmetrisch zou geweest zijn, was het een totaal ander verhaal. Dus dat is een van de weinige voorbeelden die ik ken, waar iemand door de scheefheid van een statistische verdeling te ontdekken enorm getroost geweest is. Dus kan wiskunde troosten, Boetius? Jawel. Maar nu, de omgekeerde vraag is de echte uitdaging. Want ja, ik ben begonnen met een populatie compleet te beschrijven. Dus eigenlijk kun je zeggen, ja, maar waarom doe je dat nu? Je hebt al een leeftijden. Meestal, de interessante vraag is de omgekeerde. Je krijgt een aantal parameters. Je krijgt een gemiddelde, je krijgt een spreiding enzovoort. En dan is de vraag, oké, welke populatie beantwoordt aan die parameters? En dat is niet uniek. Dus als ik u een gemiddelde geef, ik geef u een spreiding en nog een paar andere maten, dan kunnen daar een groot aantal mogelijke verdelingen aan beantwoorden. En dat kan dus heel erg misleidend zijn. Bovendien, om het nog complexer te maken, ja, als je die parameters zou hebben, en je zou ze geëxtraheerd hebben uit de gehele populatie, ja, dan is de omgekeerde vraag natuurlijk geen probleem, want dan heb je alle informatie. Waar het meestal op neerkomt, is dat wij een populatie hebben, over die populatie weinig of niks weten, en dan een selectie maken uit die populatie. En we bevragen dat deel, die steekproef zoals het dan zo mooi heet. We berekenen de parameters van die steekproef. En dan is de grote vraag, oké, nu ik deze informatie heb over die deelgroep van mijn populatie, over dat deel van mijn populatie, wat zegt mij dat nu over de gehele populatie? En dat is ongelooflijk delicaat. Daar komen kansen intussen. Want, ja, als ik nu zou zeggen, nou, klassiek voorbeeld. Als iemand mij zou vragen, en bij de zomerschool, hoe was het geslacht verdeeld? Mannen en vrouwen. En ik zeg, dat is goed, ik ga een steekproef maken bestaande uit u en u. Dan van, oh, heel simpel, alle vrouwen. Dan van, ja, maar nee, dat mocht je nu al zo niet gedaan hebben. Hè. Ik bedoel, maar hoe moet je het dan wel doen? Hoe moet ik nu toevalsmatig een deelgroep samenstellen uit deze populatie? Niet simpel, hè. Dat is, en daar komen vergissingen voor à volonté. Kijk, ik heb een klassiek voorbeeld genomen, omdat ik dat zo geestig vind, omdat er ook reële voorbeelden van zijn. Populatie. Inkomen per huis in een straat van 100 huizen. En het inkomen per huis is gemiddeld 1000 euro. Oké, als je het wilt interessanter maken, drijf de cijfers op. Je moet de indruk hebben, of naar beneden. Je moet de indruk hebben van, doe het naar boven. Maak er een schoon cijfer van. Ik bedoel, 5000 euro. Dan denk je, wow, dat moet een goede straat zijn, zeg. Amai, al die mensen met zo'n inkomen, zeg. Wow, dat wil ik graag wonen. Wel, als je alleen maar die informatie hebt, dan heb je al zeker twee mogelijke verdelingen. Eén die simpelweg zegt, dat gemiddelde was uiteraard 1000, omdat iedereen in die straat 1000 euro heeft als inkomen. Maar je zou ook dit kunnen hebben. In één huis is het inkomen 90.100 euro en in alle andere huizen 100 euro. Kijk, als je dat dus uitrekent, je hebt ene keer 90.100 euro plus 99 keer 100 euro, dat geeft u in totaal 100.000 euro. Er zijn 100 huizen in die straat, dus gemiddeld 1000 euro. Met andere woorden, je hebt een arbeiderswijk met een kasteel op Noek. Oké? Dat is ook compatibel. Zoals je denkt, ik wil graag in die straat wonen. Het kasteel komt niet in aanmerking. Voilà. Dan zit je daar. Het is bijzonder delicaat. Dan zeg ik dus, oké, dit kan nu sneller gaan. Statistiek en kans komen samen indien in de populatie zelf waarschijnlijkheden aanwezig zijn. Dat is evident. Hè? Bedoel, je kan ook statistiek doen op de uitkomsten van het opwerpen van een muntstuk bijvoorbeeld. Dan heb je kansen, dan bestaat jouw populatie zelf uit kansen. Maar het interessantste is uiteraard wat ik daar net heb gezegd, namelijk de relatie tussen steekproef en populatie. Ik bedoel, dat hele idee van random double-blind studies, dat heeft daarmee te maken.
om zeker te zijn, de steekproef zal mij wel degelijk iets vertellen over de gehele populatie. Goed. Een voorbeeldje uit de parapsychologie. Voilà. Ik denk dat dit ook een voorbeeld is dat heel gemakkelijk uit te leggen valt, denk ik. En omdat het dan ook leidt naar wat Johan al heeft aangehaald, ook naar die correlaties. En dan wordt het helemaal leuk. U kent de zenerkaarten, dus het idee is een stapel van kaarten met deze 5 afbeeldingen. 1 persoon kijkt naar de kaart, de andere persoon die dat niet kan zien, probeert de geest te lezen van de andere en schrijft dus neer, aha, die heeft nu dat vast. Dus op het einde van zo'n experiment heb je bijvoorbeeld 25 kaarten. Aan de ene kant, het was een cirkel. Wat heeft de ziener geantwoord? Een cirkel. Het is een vierkant. Wat heeft hij geantwoord? Golfjes. Het is een ster. Wat heeft hij geantwoord? Plus. Enzovoorts. Nu, als alleen maar toeval zou werkzaam zijn, dan zijn die gebeurtenissen van elkaar onafhankelijk. Het is te zeggen, de ander raadt wat het antwoord zou kunnen zijn, onder die veronderstelling. Dus verwacht je gemiddeld 20 successen. Je hebt bij elke kaart 1 kans op 5 om het goed te hebben. Als het van elkaar onafhankelijk is, mag je dat simpelweg optellen. Dus 1/5 van 100 geeft u 20. Statistisch geeft u dat een zogenaamde normaalverdeling. Die fameuze Gauss-curve. Dat is dat. Stel nu dat een reeks geen 20, maar 40 successen oplevert. Wat nu? Wel, ik ga niet ingaan op het feit, het is dan bedrog. Zo meteen wel. Is alleen toeval werkzaam, dan kun je die kans berekenen. Wel, de kans om 40 successen te hebben in een experiment met zenerkaarten, met 100 trekkingen, u ziet het daar staan. Dus op een schaal van 0,1 is dat 0,000023. Dat is klein. Dat is klein. Dat moet je als significant beschouwen, als je zoiets zou tegenkomen. Maar wat kun je eruit besluiten? Wel, alleen deze twee zaken. Namelijk, er is een aanwijzing dat misschien niet alleen toeval aan het werk is. Het is niet dat je zegt, het is dus zeker geen toeval. Nee, het is niet uitgesloten dat je onder die normaalverdeling, als toeval werkzaam zou zijn en alleen dat, dat je 40 successen hebt. Alleen de kans daarvan is zeer klein. Maar ja, de kans om met de lotto 6 cijfers goed te hebben, is ook zeer klein. Dus dat in C is niet voldoende natuurlijk. En er kan gezocht worden naar een alternatief. Maar het resultaat zegt u uiteraard niet wat dat alternatief is. En daar natuurlijk is waar sceptici wereldwijd, als men dergelijke experimenten met zenerkaarten en verwante experimenten, Gansveld enzovoorts, zich meestal op focussen. Zijn er andere factoren geweest die kunnen ertoe geleid hebben dat de bron en de ontvanger met elkaar in contact konden komen? Ik bedoel, de opstelling die u daarnet heeft gezien is natuurlijk ultra belabberd. Ik bedoel, het is toch voldoende dat die twee met elkaar afspreken, dat als het een kruis is, dan zeg je, als het een cirkel is, zeg je, zo, dat is nu een beetje te opvallend natuurlijk, het zou echt opvallen, maar natuurlijk. Of, subtieler, spreek af dat als het een plus is, dat je de kaart echt mapt. En dat als het iets anders is, dat je zachter mapt. Tot bijna geluidloos de kaart omleggen. Dan kunt je op trainen. Dan kun je dat perfect doen. En dan kun je successen scoren, zoveel je wilt. Dus dat is alleen dat, hè. Ter vergelijking, als het aantal successen 24 zou bedragen, en in heel wat voorbeelden zie je dat het gemiddelde is 20 en het is 24. Dat betekent toch al iets? Wel, in dit geval nee. Want de waarschijnlijkheid voor 24 successen is 0,0577 enzovoorts. Wel, als je een 5% drempel zou hanteren, dan is dat niet significant. Dus in die zin, de grootte van de steekproef is natuurlijk ook van belang. Daar kom ik zo meteen toe. Want als je met kleine aantallen zou werken, in een reeks van 10 pogingen, dan is je gemiddelde 2. Dat is een 1/5 maal 10. 2. Dus 2 goed. Nu krijg je 4 successen. Ja, dan ben je spontaan geneigd om te denken van wow, dat is het dubbele van hetgeen dat je zou kunnen verwachten. Maar als je de kans berekent, is dat niet significant, omdat in kleine populaties, daar kom ik meteen toe, in kleine populaties is de kans groter dat je grotere afwijkingen krijgt.
Dus het is een heel delicaat spel, hoor. Maar dan, een alternatief. Wat is dat dan? Wel, een alternatief poneert iets dat verantwoordelijk is voor de afwijking. En dan krijg je het sublieme spel van de correlaties. Want dan heb je, oké, je hebt de resultaten van die steekproef. Er zijn significante afwijkingen. En nu poneert je een ander gegeven dat die resultaten, die grote afwijkingen, wel niet per se verklaart, maar op zijn minst verantwoordelijk is daarvoor. Dat bepaalt. Dus je krijgt in feite functies. Hè? Bedoel, als je iets hebt gevonden van dit is daarvoor verantwoordelijk, dan kun je dat beginnen uitzetten op een schaal voor dat iets, whatever it is, en dat dan vergelijken met de uitkomsten van reeksen proeven met de zenerkaarten. En dan krijg je dit. En ik heb het nu enkel maar beperkt tot lineaire correlatie. Kijk, dit is fantastisch hoor. Ik ga er nu even bij staan. Wat u zich moet hierbij voorstellen is, u moet dat zien als een assenkruis. Dus neem aan dat hier op deze as staat, wat zal ik zeggen, successen met de zenerkaart. Stel voor dat je de afwijkingen meet enzovoorts. En op deze as, verticaal, probeert je een factor uit. Laat ons zeggen, extroversie. En neem aan, jouw hypothese is, hoe extroverter iemand is, hoe groter het psychisch vermogen, dus hoe groter de kans dat die meer scoort dan het gemiddelde. Extroversie. Dan kun jij natuurlijk al die gegevens beginnen uitzetten. Dus je hebt je proefpersonen, je laat ze testen afleggen om de graad van extroversie te meten. Dat zal wel kunnen, neem ik aan. Je laat ze dan zenerkaarten experimenten doen en je maakt zo'n grafiek. Kijk, als je dit zou bekomen, dan heb je correlatie 1. Dat is een mooie rechte lijn, dus je krijgt die lijn terug. En dat zegt u simpelweg, kijk, zeg mij, hoe extrovert zijt gij? En zap, zap, dan is dit uw psychisch vermogen of uw vermogen om succes te hebben met die zenerkaart. Dat gebeurt quasi nooit. Wat je eerder krijgt, is al zoiets. Je krijgt een wolk van punten. En wat je nu zegt is, oké, hoe kan ik dat het best benaderen met een rechte lijn? Vandaar lineaire correlatie. Wel, als je dat berekent, dan komt je aan deze lijn uit. Nu, als je dit vergeet, dan denk je natuurlijk van, oh wauw, er zit wel degelijk een rechte lijn in. Dus er is een verband tussen die twee. Wel, het is een reductie van wat je hier ziet. En die 0,8 is dan uiteraard bijzonder belangrijk om te weten. Die 0,8 geeft u aan, hoe groot is die wolk hier? Kijk, als u in die situatie komt, dan is dat gewoon 0. Ah ja, bedoel, dat is, het vlak is bijna compleet gevuld. Dat wel, je kunt ook op het andere uiterste uitkomen, waar de correlatie omgekeerd is. Dat is ook perfect mogelijk, hè? Dat je dus vaststelt van, oei, het is omgekeerd. Hoe meer extrovert iemand is, hoe slechter die je presteert. Dus het zijn de introverten die we moeten hebben. Maar, als u nu zegt, ik zoek naar een correlatie, en in eerste instantie ga ik het leven simpel houden. Ik wil een lineaire correlatie hebben. Met andere woorden, ik wil graag zo'n lijntje kunnen tekenen. Daar komt het op neer. Dan is de grap dit. Alles wat u ziet onderaan, dat zijn allemaal mogelijke resultaten van experimenten waarbij je met twee factoren rekening houdt. Die krijgen allemaal correlatie 0. Omdat als lineaire correlatie kun je daar geen rechte lijn in trekken. Maar als je dit ziet, dan geeft het toch ongelooflijk veel informatie over het verband tussen die twee gegevens. Dat is zeer informatief, maar dan moet je afstappen van lineaire correlatie en moet je naar complexere correlaties gaan, wat je kunt doen. Je kunt een kwadratische correlatie hebben enzovoorts. Dus je ziet hoe delicaat dat spel is. Goed. Ja, ik zit goed. Ik denk nog een half uurtje nodig heb, dan kan ik 11:15 afronden en heb een kwartier voor vragen. Dat zou moeten lukken. Waar kan het allemaal misgaan? Wel ongelooflijk. Echt ongelooflijk. Ik doe het voor kansrekening en voor statistiek. Voor kansrekening heb ik 4 voorbeelden, waarvan ik denk dat waarschijnlijk sommigen daarvan wel jullie bekend zullen zijn. Ik neem aan het verjaardagsexperiment. Wie kent dat? Is nu de beste vraag, de positieve of de negatieve? Wie kent het wel? Oké, ja. Dat is een driedeurenprobleem. Oké. Ja, oké. Goed. 1. Ontkennen van onafhankelijkheid. En dat past perfect in
de inleiding van Johan, dat is zo'n typisch voorbeeld, de zogenaamde gambler's fallacy. Iemand komt met een dobbelsteen 5 keer na elkaar een 6, dan is de kans een zesde keer een 6 te hebben kleiner dan een 6. Omdat men denkt dat die voorgaande resultaten een impact hebben op de volgende uitkomst. Maar het is onafhankelijk van elkaar, dat muntstuk heeft geen geheugen, zoals men dat zo mooi kan uitdrukken. Dus nee, je kunt dat tegenkomen, 6 keren op rij een 6. Confert het prachtige verhaal dat ik ook al heb gelezen over die vrouw met die twee loterijen. En de cijfers van het ene formulier stonden op het andere en omgekeerd. Dat is, ja, dat is ook zoiets. Dat kan dus, hè. Maar wat men ook niet altijd zo benadrukt, is het bevestigen van onafhankelijkheid. Dat komt ook voor. En ik heb daar het klassieke verhaal, u kent dat allemaal wel, hè? Dat verhaal, de kans dat iemand een bom mee heeft op een vliegtuig is 1 op 100. Dus als ik al naar de vlieghaven een bom meebreng, dan is de kans op een tweede bom een 100 maal 1 op 100, dus 1 op 10.000. Dus als ik dus die bom meebreng, is daardoor de kans gedaald dat er nog een tweede bom op het vliegtuig zit. Oké, dus ja. Wat je nu doet, je beschouwt die gebeurtenissen als onafhankelijk van elkaar. Dus daardoor zeg je een honderdste maal een honderdste. Maar dat is uiteraard niet correct in dit geval. Enfin, aangenomen dat je op het vliegtuig raakt natuurlijk. Oké, het veiligheidsexperiment. Voor de mensen die het niet kennen, en we hebben hier een prachtige populatie bij elkaar. Ik heb de gewoonte, als ik het over dit probleem heb, dan doe ik altijd het experiment. Omdat tot nu toe heb ik maar één keer voor gehad dat het niet is gelukt met een populatie. Maar ik had het vermoeden dat de helft van de aanwezigen geen al te goed gehoor had. Dus dat ze mij waarschijnlijk verkeerd begrepen hebben. Dat is geen cognitieve dissonantiereductie. Het was Neos. Dus, Oké, als ik u zou vragen, dat is een klassiek verhaal, als je dat voorlegt. Wat is de kans dat hier en nu twee mensen aanwezig zijn in de geselecteerde groep? Maar laten we nu maar de hele groep nemen, hier voor het gemak. Dat die op dezelfde dag en maand geboren zijn. U ziet daar de antwoorden staan. En veel mensen vinden dat heel verbazingwekkend, dat de kans al 1 op 2 is als je met 23 mensen bent. 1 op 2. Als je met 40 mensen bent, en dat is hier nu vandaag het geval, dan is die kans al 95%. Dan moet je al brute pech hebben. Als het 50 is, is het meer dan 99%. We zijn hier wel met 50. 50, hè? Dus, meer. Dus het zou moeten lukken, hè. Gaan we het doen? Proof pudding, eating enzovoorts. Ik ga de maanden aflopen. Als dat uw maand is, zou je hand willen opsteken. En dan vraag ik u voor de dag van uw geboortedatum. En niet zoals ik ooit heb meegemaakt. Ik zeg januari. Ik wijs iemand aan met een hand omhoog. Ik zeg ja, maandag. De dag van de maand dus. Hè, dat, ja. Januari. Ik ga van achteraan beginnen. 22. 8, 20, hier niemand en vooraan. 27. Februari. Ik begin vooraan. 21. 7. 13. 10. Oké, nog niet panikeren. Maart. Ik ga daar beginnen. 24. 28. 25. We komen in de buurt. Ja, hè? 2. 2. 3. Wacht, wat hadden we nu? 2. En dan is nog een 2. Oké. Okay. Ja. Voilà. Welk uur van de dag? Yes. Nee, dat zou ik niet doen. Trouwens, mijn datum is 28 maart. Dus voilà. Dat was mijn noodplan. Ja. Zoals ik altijd zeg, na de lezing betaal ik u wel uit. Dat. Nu, ik wil u uiteraard niet op uw honger laten zitten. Ik heb geprobeerd om in één slide het wiskundig uit te leggen. Dat u weet wat er aan de hand is. Waardoor ook, denk ik, het duidelijk wordt wat er misloopt, waarom mensen dit gruwelijk onderschatten. Ze denken, nee, die kans is verwaarloosbaar enzovoorts. Wat je moet doen is dit. Je moet de zaak negatief bekijken. Ik heb al uitgelegd, de kans dat iets zich niet voordoet is 1 min de kans dat het zich wel voordoet. Dus, wat je moet doen is de zaak negatief bekijken, namelijk de kans berekenen dat alle verjaardagen van de mensen hier aanwezig verschillend zijn. Ik heb het hier nu gedaan voor 40 mensen.
Oké, voor de eerste persoon. Ik begin bij Johan en ik loop zo de zaal af. Wel, voor Johan is het simpel, die moet een datum hebben. Alle data zijn beschikbaar en die heeft hij, dus E. Voor de tweede persoon, als ik bij u kom, ja, dan komt de datum van Johan niet meer in aanmerking. Dus we hebben nog altijd 364 mogelijkheden over en dat geeft 0,997. Dan kom ik bij u, twee data weg. En dus bij de 40ste persoon zijn er 40 data uitgesloten. Dat laat nog altijd 326 op 365 mogelijkheden. 0,893. Dat zijn allemaal cijfers die vrij hoog liggen. Dus op zich genomen, voor elk van die individuele gebeurtenissen, denk je, ja, dat zit toch dicht bijeen. Dus dat moet toch wel kunnen. Maar het punt is, als al die data verschillend moeten zijn, dan moet je het product maken van al die mogelijkheden. Dus met andere woorden, wat je krijgt is dit. 365 tot 364 enzovoort tot 326, gedeeld door 365 tot de 40ste macht. En dat is iets anders. Want kijk, als je al deze getallen hier moet vermenigvuldigen, want dat is wat je moet doen. Behalve de eerste zitten ze allemaal onder 1. En een curieuze wiskundige eigenschap, en ik heb het daarmee te maken, een curieuze wiskundige eigenschap is, als je getallen kleiner dan 1 met elkaar vermenigvuldigt en herhaald vermenigvuldigt, dan gaat je onwaanzinnig snel naar 0. Ik heb het hier gedaan voor de aardigheid. Ik vertrek van 0,9 en ik vermenigvuldig met 0,81. Ik vermenigvuldig opnieuw met 0,9. Ik krijg 73. Weer met 0,9, 65. Nu moet je eens kijken. 59, 53, 48, 39. Na 10 keren zit ik al aan 0,39, hoewel ik telkens vermenigvuldig met 0,9. Als je nu naar 40 moet gaan, dan zit je praktisch bij 0. Dus de kans dat alle verjaardagen verschillend zijn, is quasi nul. Dus de kans dat niet alle verjaardagen verschillend zijn, dus dat er op zijn minst 2 zijn met dezelfde, is praktisch 1. Een van de aspecten die daarin meespeelt is, als je die vraag hoort, veel mensen vertalen die vraag meteen naar mo, olé. Nog iemand op 28 maart? Dat geloof ik niet. En daar heb je gelijk in. Daar zou ik geen frang op inzetten. Hoewel, in vergelijking met de lotto toch wel een paar euro's. Je weet nooit en dat meevalt. Want dat is de vraag niet. Eigenlijk is de vraag, wat is de kans dat er hier twee mensen zijn die geboren zijn op 1 januari, of op 2 januari, of op 3 januari, en zo door tot 31 december. En dat verklaart voor een deel waarom effectief mensen denken van, dat kan nu toch niet. En de verbazing, ik heb één keer meegemaakt dat iemand mij vroeg, ja, en wat is de truc nu? Er is geen truc, de wereld zit zo in elkaar. Dus we zeggen dat je de wereld als een truc beschouwt, dan wel. U kent het waarschijnlijk, voor diegenen die het niet kennen, dat is de reden dat ik in de bundel een artikel heb gevraagd om op te nemen dat het daarover gaat, want dit blijft mensen zodanig verwarren. Voor wie het kent, uiteraard mijn excuses, maar snel even nog eens het probleem doornemen, omdat het zo schoon is. Je doet mee aan de quiz en in de eindronde staat je voor 3 deuren A, B en C. A, B, C. Wat je weet is, achter een van die deuren zit er een prijs. En men heeft toelastmatig die prijs daar ergens ingestoken. Jij weet niet waar de prijs zit en jij mocht een eerste keuze maken. Dit is effectief gebaseerd op een quiz die ooit bestaan heeft. Die werd gepresenteerd door Monty Hall. Vandaar dat je ook vaak leest over het Monty Hall-probleem. Dus die arme kandidaten, die zeggen, oké, je weet niet waar de prijs zit, maar je mocht een eerste keuze maken. En jij zegt, nou lang nadenken, wat nergens voor nodig is, zegt je deur A. En nu zegt de quizmaster dit tegen u. Kijk, ik weet waar de prijs zit. B en C heb je niet gekozen. Ik ga een van die twee deuren open doen waar geen prijs achter zit. En effectief, hij gaat naar C, doet dat open, leeg. Nu staat hij daar. A, uw eerste keuze, dicht. B, dicht. C staat open, niets. En de quizmaster zegt tegen u, kijk, als je wilt, mocht je van deur veranderen. Blijft je bij A of zou je liever B hebben? En de meeste mensen antwoorden, waarom zou ik dat doen? Twee deuren, één kans op 2, dat maakt toch absoluut niks uit, dus ik blijf bij A. En het juiste antwoord is, je moet wisselen. Als je wisselt, verdubbelt je je kansen. En dat ervaren wij als zo tegenstrijdig. Het is niet eenvoudig daarom na te gaan, waarom hebben wij dat idee dat het na dat C is opengegaan, dat het half-half moet zijn.
Want dat is wat de meeste mensen mij zeggen. Ja, half-half, dus waarom zou ik wisselen? Maar nee, het is een derde voor A en twee derden voor B nu. Dan wordt het altijd heel, heel erg stil, in mijn ervaring van de week. Het is wel een geleerde mens, maar op vrijdagochtend is hij toch niet veel waard. Ik heb in mijn les- en lees- en lezingervaring geprobeerd om het uitgelegd te krijgen. Ik heb drie mogelijke pistes. Dus als het meevalt, overtuig ik met elk antwoord een derde van de aanwezigen. En als er geen overlappingen zijn, heb ik iedereen overtuigd. Geloof ik niet hoor, laat dat duidelijk zijn. 1. Doe eens hetzelfde verhaal, maar nu met 100 euro. 100 euro. 1, 2, 3, ze zijn nu gewoon genummerd. En hij moet een eerste keuze maken. En je zegt, wow, 25 moet ik hebben. Prima. Quizmaster zegt tegen u, kijk, van de 99 deuren die je niet hebt gekozen, ga ik er nu 98 openmaken, waar de prijs niet achter zit. En hij begint eraan. 1, 2, 3, 4, gaan allemaal open. 25 slaat hij over. En deur 40 slaat hij ook over. Nu sta jij daar. Alles staat open, behalve 25 en 40. En hij vraagt u, wil je wisselen? Een aantal mensen zegt dan, ja, ik ga wisselen. En dan zegt je, wat geldt voor 100, geldt voor 3. En dan denk je, ah ja. Maar goed, ik zie nog altijd gezichten van... Misschien is er wel ergens een sprong waar het van 100 deuren, als je aan 50 deuren komt, dat het al richting half-half gaat enzovoorts. Het zou kunnen. Tweede poging. Neem eens aan dat die drie kamertjes A, B en C, dat één ruimte vormt, zodanig dat er een scheidingswand is tussen A en B en een scheidingswand tussen B en C. Dus ze zijn aan elkaar gekoppeld. Jij kiest A. En de quizmaster zegt tegen u, kijk, wat ik nu ga doen, ik ga de scheidingswand tussen B en C wegnemen. Dan wordt dat nu één kamer. BC. En dan vraagt hij, blijf je bij A of zou je liever BC willen hebben? Ja, dan gaat je toch wisselen. Wel, die scheidingswand wegnemen of die deur C waar niks achter zit open doen, dat is hetzelfde. Oké. Ik zie er nog een paar, Geef niet op hoor. Dat is, dit is een manier om te bekijken waarbij je nu even wat afstand moet nemen. Vergeet het specifieke verhaal van daarnet. Hè, waar het over deur A en over deur B en C die open gaat enzovoort. Vergeet even dat verhaal, bekijk het nu even wat algemener. Wat kan er allemaal gebeuren nadat je deur A hebt gekozen? Wel, je hebt drie scenario's. Dat is simpel. Ofwel zit de prijs achter A, ofwel achter B, ofwel achter C. Voilà. Bekijk nu... Dit is het eerste scenario. De prijs zit achter A. Nou, de quizmaster kan nu B of C open doen, maakt niet uit. En hier is het juist, als je wisselt, dan zet je de prijs kwijt. Maar kijk naar dit scenario. De prijs zit achter deur B. Dan, zoals in het verhaal van daarnet, moet de quizmaster C open doen. Hij kan niet anders. A was uw keuze, achter B zit de prijs. Hij moet C open doen. Als je nu wisselt, dan heb je de prijs. En voor als de prijs achter deur C zit, dan is dat verhaal symmetrisch natuurlijk. Jij hebt A gekozen, de prijs zit achter C, de quizmaster moet nu B openen. Dus als gewisseld, heb je de prijs. Drie scenario's, twee daarvan als gewisseld, levert u de prijs op, één niet. Twee derde tegenover een derde, je moet wisselen. In de bundel... Nu geluk mij toch bijna in een protestantse kerk, hoor. Dat, wij zullen nu gezamenlijk gezang 52, de strofen 1 en 2. De organist is afwezig, dus ik zal het orgel nadoen. Er zitten teksten meer weten, minder kansen. Ik heb dat geschreven omdat ooit iemand, voormalige doctoraatstudenten van mij, Helen, was Helen de Cruz, die daarmee afkwam, wil... Het probleem is complexer dan dit, hoor. Als je nu zegt van, ja, oké, ik heb het door, dit zit goed in één. Ja. Op pagina 1 van die tekst, ik ga ervan uit dat de rest van de tekst voor u nu zou moeten leesbaar zijn na mijn crash course in kansrekening. Dat mag geen geheimen hebben voor u, meer. Dus ik wil alleen maar even kijken, dit is werkelijk waanzinnig, hoor. De detailberekening gebeurt in de rest van het artikel. U ziet daar bij de aanleiding de tweede paragraaf.
Dit is ongelooflijk. Ik bedoel, een probleem verwant aan het drie-deuren-probleem. Er zijn drie mensen, A, B en C, u ziet het staan allemaal, die in running zijn voor een prijs die door een jury zal toegekend worden. Wat geweten is, de kans dat ze de prijs binnenhalen, de jury heeft al een lichte voorkeur vooraf, voor A en C is dat 1 kans op 4, voor B 1 kans op 2. Dus de jury heeft eigenlijk al een lichte voorkeur voor B, daar komt het op neer. De jury heeft beraadslaagd, maar nog niets bekendgemaakt. A vraagt aan een jurylid dat hij kent, of hij kan zeggen wie van B of C het niet heeft gehaald. Hij vraagt niet, heb ik gewonnen? Heb ik de prijs? Dat mag je toch niet zeggen. Dat is goed, dat moet je mij ook niet zeggen. Kunt je mij zeggen van de twee anderen? Van de andere twee, wie heeft het niet gehaald? Daarmee weet ik nog niet of ik het heb gehaald, dus dan mocht je mij toch wel zeggen. En Thure dit besluit van, ja, dat is goed, oké, ik kan u dat wel zeggen. En die zegt, wel, C heeft het niet gehaald. Dus A en B zijn nog in running. Initieel was dat een kwart voor u, een half voor B. Dus jij denkt, 1, 2, dat is de verhouding. Dus ik heb nu een kans, een derde, om die prijs te halen. En B, 2/3. Dat is fout. Als je de detailberekening maakt, echt waar. Maar u moet eerst een zondag pakken. Wel niet nu, zondag zal veel te goed weer zijn. Maar de week daarna wordt kloten, dus je gaat tijd hebben. Lees het eens in detail om de berekeningen te zien. Want alleen op die manier kunt je overtuigen. Echt waar. Zoals Johan heeft aangehaald, slimme mensen ontsnappen ook niet. Dat is wel... Oh. Ja. In dit verhaal... Weet A dat B meer kans maakt? Ja, dat is geweten. Ja. Dus hier zijn de kansen, de beginkansen zijn bekend aan iedereen. Ja, dat is inderdaad. Ja. Want toen ik het probleem voorgelegd kreeg, was mijn diepe overtuiging, dat kan niet. Alleen nee, dit is belachelijk. Ik bedoel, dat slaat nergens op. Dat moet ergens een fout zijn. Ik ben beginnen rekenen. En effectief, die zelfcorrectie die je uitvoert, om op het antwoord uit te komen dat je graag wou hebben, hè? En dat ik zelf moest, als ik nadien door had hoe het wel in elkaar stak, dat ik dacht van, wacht, waar heb ik een verkeerde veronderstelling gemaakt? En dan vond ik ze. Dat van, maar natuurlijk, ja, door dit veronderstellen heb ik mezelf de duvel aangedaan. Ongelooflijk hoor. Wat is het antwoord? De kans voor A om de prijs te winnen is nu 1/5. De kans voor B om de prijs te winnen is nu 4/5. Met andere woorden, door die informatie te krijgen, zijn de kansen van A gedaald. Dan denk je, wat? Maar het klopt in dit geval. Het klopt. Het is onvoorstelbaar. Hè? Als je niet oplet, dan maak je de volgende foutieve redenering. Vraag nooit aan een jurylid hoe het zit. Want uw kans was 1 op 4. Nu heeft dat jurylid u informatie gegeven. Je moet daar dankbaar voor zijn. Maar wat weet je daardoor? Dat uw kansen verslechterd zijn. Dus van, zeg mij niets. Als een jury dit afkomt van, ik heb iets te zeggen, van, nee, ik moet niet weten. Want als ik dat weet, gaan mijn kansen achteruit. Dat is een foutieve redenering, voor alle duidelijkheid. En niet te vergeten, dat jury had ook kunnen geantwoord hebben, B heeft het niet gehaald. En dat is nog tussen A en C. En daar ben je gelijk vertrokken. En dan is het een half-half. In deze korte teksten heb ik alle mogelijke scenario's bekeken. Dus er is, doordat ik zei, om terug te keren naar hier het Monty Hall-probleem, de uitgangspositie hier is een derde. De prijs kan met gelijke kans achter elke deur zitten. Maar je zou je kunnen Monty Hall-problemen voorstellen waar die kansen anders liggen. Grappig genoeg, dan moet ik op mijn geheugen afgaan, een 7e, 4/7, 2/7. Dus neem aan dat men via een gokmechanisme met 7 mogelijkheden op basis daarvan heeft beslist waar de prijs gaat. Met 1/7 kans achter A, met 4/7 kans achter B enzovoort. Als je dan de berekening maakt en C gaat open, dan hebben A en B allebei kans een half. Dus in dat geval is het wel perfect in orde om te zeggen, ik ga niet wisselen, want A is nu een half geworden. Dan heb je gelijk. Dus het is niet zo dat je in alle situaties ongelijk zou hebben om te zeggen, ach, moet wisselen, hè? Je moet zeker wisselen. Nee, er zijn scenario's waar je het zeker niet moet doen. Dus het is, en dan zwijg ik nog over het geval waar de quizmaster niet zou weten waar de prijs zit. Ah ja, als die zegt, kijk, je hebt aangekozen, ik doe een deur open. Ja, natuurlijk, in de helft van de gevallen doet hij de deur open met de prijs achter.
En dan halveert dat. En dan is het natuurlijk half-half. Ah ja. Oh, oh. Goed. Ja, nu moet ik opletten, want ik wil graag de Simpson-paradox moet ik u zeker uitleggen. Ik ga dit even overslaan. Als u dat graag wilt weten over die fameuze taxis, dat heeft te maken met de zogenaamde base rate fallacy, dat je geen rekening houdt met de grootte van de populaties die gegeven zijn. Ik heb hier toch dit voorbeeld, vind ik altijd wel grappig, omdat ik, wel, als iemand die jarenlang, ik doe het nu niet meer, maar toch 30 jaar lang heb ik de inleidende cursus logica gegeven, logica en wetenschapsfilosofie op de VUB, dus gemiddeld 400 studenten aanwezig, zoals gezegd. En ik heb altijd bijgehouden wie haalt de hoogste scores, om te zien, correleert dat met geslacht? En het antwoord is, ja, wel degelijk. Vrouwen scoren hoger. Dus dat is zeer positief nieuws. Nu, als ik mensen tegenkom en ik zeg, ja, ik heb die data bijgehouden en 30 jaar is al een mooie steekproef en ik stel echt een zeer mooie correlatie vast tussen geslacht en de hoge cijfers scoren op logica. Ik zeg, allee zeg, amai. En dan zeg ik altijd, ja, maar moet je mij nu geen vraag stellen over de populatie? Wat je mij nu moet vragen? En zaten er ook mannen in de zaal? Ah ja, bedoel... En het is ook zo. Ik bedoel, nu vandaag in de opleidingen als eerste jaren psychologie, zeker op de VUB, een ruime meerderheid, gemakkelijk naar 70-80%, zijn vrouwen. Dus ik moet dat verrekenen natuurlijk. Ah ja. Maar men stelt heel zelden die vraag. Goed. Ja, oh, Linda, de bankbediende. Oh. Is er iemand van de andere sprekers die dit gaat behandelen? Ik denk het niet, maar ja. ze moeten Kahneman lezen. Ja, ja, precies. Ja. Dat komt van... Ik geef alleen maar dit voorbeeld hier. Uiteraard, dichter bij ons hebben we dat geval gehad van de Berk in Nederland. Maar daarvoor was er ook al het geval met Roy Meadow. Wat ik tot nu toe allemaal heb uitgelegd, is in die zin echt niet onschuldig. Dit is een rechtszaak waar Roy Meadow als expert werd geraadpleegd. Sally Clark, de vrouw hier, werd beschuldigd van moord op haar twee kinderen, omdat ze alle twee gestorven waren door wiegedood. En u ziet hier de fameuze uitspraak van Roy Meadow, hij heeft dit effectief verklaard. 1 keer wiegedood in een gezin is een drama, 2 keer wiegedood is verdacht. 3 keer wiegedood is moord. Dit waren er 2, dus hij vond dat op zijn minst verdacht. Zij is veroordeeld geweest en het heeft wat tijd gevraagd, net zoals met het geval De Berken in Nederland, om te laten zien dat er hier manifest verkeerd werd geredeneerd, in de zin dat Meadow hier veronderstelde dat deze gebeurtenissen van elkaar onafhankelijk zouden zijn. Hij heeft simpelweg de kans om een wiegedood te hebben, vermenigvuldigd met nog eens dezelfde kans om een wiegedood te hebben. En dan kom je uiteraard op een zeer laag cijfer uit. Dus hij verdacht. Maar ja, als je begint die familie, dat gezin te screenen op genetische eigenschappen enzovoorts, dan, en dat is ook gebleken, dat die gebeurtenissen niet onafhankelijk zijn van elkaar. Dat geeft een totaal ander verhaal natuurlijk. Ze is dan wel vrijgesproken geweest, maar haar leven daarna is een pure brokke ellende geweest en heeft geleid tot haar voortijdig overlijden. Stereotypering, dat is wat ik bedoelde met als je de parameters waarmee je een populatie beschrijft gaat in de plaats stellen van die populatie. En dan krijg je deze zogenaamde stereotypering. En dan ben ik altijd zo blij als je in Engelse bladen en kranten enzovoorts, Amerikaanse ook, leest dat ze er niet in slagen om de Belg te stereotyperen. En de meeste mensen die ik tegenkom, die zeggen, oh leuk zeg, nou, ik vind dat toch wel een beetje straf, hè, zeg, voor een Fransoos. Het zijn allemaal mannen blijkbaar, ze hebben allemaal een moustache. Ze hebben allemaal last van faalangsten, dat is duidelijk. En ze compenseren dat natuurlijk op deze manier. Allemaal fallosymbolen. Dit compenseert een beetje, maar dat duidt duidelijk aan dat het allemaal criminelen zijn. Enzovoorts. De Belg kun je niet stereotyperen. Eigenlijk is dat het mooiste compliment dat je kunt krijgen. Want dat betekent dat die populatie dermate verscheiden moet zijn, dat je geen één vertegenwoordiger van die populatie kunt beschouwen als, kijk, dit is nu een typische vertegenwoordiger van die populatie, omdat het, de spreiding heel klein is, enzovoorts. Hoewel spreiding zeer klein. Hier sluit je de helft van de bevolking uit, hier ook.
Ik bedoel, hoe bizar is dit? Goed, statistiek, we gaan er komen, hoop ik. In statistiek, goed, correlatie, causaal verband, dat is al aangehaald geweest door Johan, daar zal ik niet verder op ingaan. De voorbeelden zijn legio, hè, dus waar je dat... Het voorbeeld van de korte rokjes is een schitterend voorbeeld wat dat betreft. Ik zou nu nog enkel willen de paradox van Simpson u kort uitleggen. Omdat is iets wat je zou kunnen tegenkomen... Vijf minuten, ja, dat is perfect. Iets wat je zou kunnen tegenkomen als je dat in de krant leest. En de paradox van Simpson is de kwestie, in feite wat ik daarnet aanhaalde, dat je geen rekening houdt met hoe heterogeen je populatie is. Meestal, als je zegt dat het gaat over leeftijden, dan heb je een homogene populatie. Het zijn allemaal getallen die leeftijden uitdrukken. Maar dat is niet altijd zo. Kijk, het gaat over het volgende verhaal. Je hebt een universiteit, en in de Verenigde Staten komt dat voor, waar men een aanvaardingsdrempel hanteert voor een bepaalde... Ik heb het nu op departementen gedaan. Je kunt opleidingen, faculteiten, dat maakt niet uit. Ze hebben een aanvaardingsdrempel 1. En die universiteit schrijft zich in voor de gelijkberechtiging van man en vrouw. Dat is een strijdpunt. Ik bedoel, gendergelijkheid. Wel, wat heb je nu? Er zijn twee departementen. Het eerste departement krijgt 90 vrouwen die zich aanmelden en 10 mannen. In dat departement is de aanvaardingsdrempel 30%. Dus bij gelijke behandeling betekent dat dat ze 27 vrouwen aanvaarden. Een derde van, wat zeg ik nu? 9 x 3, 27, klopt. En 3 mannen. Dus die hebben correct gehandeld. In departement B heb je 10 vrouwen en 90 mannen die zich aanmelden. En daar ligt de drempel hoger, die is 60%. Dus opnieuw gelijke behandeling. 60% van die 10 vrouwen, dat zijn er 6 mogen er door. En van die 90 mannen, 60%, 9 x 6, 54 mannen mogen er door. De twee departementen hebben correct gehandeld. In overeenstemming met het beleid van de universiteit. Maar nu krijgt een journalist data in handen die over het geheel gaan. En wat krijgt die te lezen? Die krijgt dit te lezen. In totaal hebben zich 100 mannen en 100 vrouwen aangemeld. Het was 90, 10 en 10, 90. 100 mannen, 100 vrouwen. En wat krijg je? 33 vrouwen zijn aanvaard. 27 in het eerste departement, 6 in het tweede departement. En 57 mannen zijn aanvaard, 3 in het eerste en 54 in het tweede. Dus 33 tegenover 57. Ja, die journalist is natuurlijk in alle staten. Die zegt, oh, gelijkberechtiging. Zie eens dat die onnozelaars te werk gaan. Ik bedoel, dit is manifest een overtreding. 33, dat is bijna 1 op 2, zeg. Schandalig enzovoorts. Maar dit is correct. Ik bedoel, elk van de departementen heeft correct gehandeld. Er is één gegeven dat niet meegerekend is. Namelijk dat die departementen verschillende aanvaardingsdrempels hebben. Als je dit zo leest, dan zeg je... Dan neemt je impliciet aan dat die aanvaardingsdrempel uniform is over die hele universiteit. Wat dus niet het geval is. Door het ontbreken van dat ene gegeven, kun je hier verontwaardigd zijn tot en met, maar ten onrechte. Dat is de paradox van Simpson. Dus je ziet nogmaals, wanneer ik bezig ben, als ik kranten lees enzovoorts, bij het gros van wat ik lees, heb ik geen oordeel. Ik word niet geïnformeerd, ik word zelfs niet gedesinformeerd. Ik word wat ik graag noem geïnformeerd. A-informatie. Het is eigen informatie, ik ben daar niets mee. Dus bij sommige momenten vraag ik me toch af, wat doe ik eigenlijk als ik een krant lees? Dat is echt waar. Ik bedoel... daar ga ik ook even... heb ik in feite al naar verwezen bij die slaagpercentages. Goed, muntstuk... daar heb ik nog niks gezegd over de beslissingen die neemt op basis van kansen en statistiek. Ik ga afronden met dit, mijn lievelingsbeeld. Ik amuseer me daar rot mee. En vanaf nu kunt u het ook doen. Vraag eens aan mensen wat dat betekent. Er staat daar 30% kans op neerslag op woensdag 5 november. 30% kans op neerslag. En ik doe het nu ook regelmatig met mijn studenten om te vragen... Je leest dat nu. Wat betekent dat? En zeer grappig. Twee basisverklaringen. Er is ondertussen ook al onderzocht geweest. En dat blijkt een constant patroon te zijn. Men heeft twee ideeën die alle twee schitterend mis zijn. Het eerste idee, echt waar. Een aantal mensen denkt dat het over tijd gaat. Dus die dag gaat het 30% van de tijd regenen. Dan denk je, wauw.
Dus een dag van 24 uur, 3. Dus het gaat meer dan 6 uur regenen. Nee, dat kan perfect een droge dag zijn. Ah, oppervlakte. Wacht, wat je nu wilt zeggen is, op 30% van het Belgisch grondgebied gaat het regenen. Dan moet je toch wel brute pech hebben als je daar staat, hè? En bijna niemand die je antwoordt wat de courante definitie is. Namelijk, in 100 dagen gelijkaardig aan die dag, meteorologisch gesproken, in 30 daarvan is er een minimum gevallen aan regen. En dat minimum is gedefinieerd op zoveel milliliter. Dus 30% kan perfect betekenen geen een druppel in een dag. En als je dan de vraag stelt, moet je nu een paraplu meepakken of niet? Wat kan u verzekeren? Mijn houding is heel eenvoudig. Ik heb hem altijd bij. Mij gaan ze niet liggen hebben, hoor. En als de zon te hard schijnt, heb je een parasol bij. Dus het is altijd goed. En ik eindig, wat ik altijd doe, met een beeld. Om er toch nog wat humor in te brengen. Als dat nog niet zou gebeurd zijn. Namelijk dit. Hiervan kunt je zeker zijn. Dank u wel. Dank u wel.